Hallo, leuk dat je kijkt naar dit filmpje. Mijn naam is Yvonne Toeset, ik ben EFT, Master Trainer. En in dit filmpje ga ik jullie een oefening geven om te gaan met je gevoelens van onzekerheid als je kijkt naar de toekomst. We zijn nu nog midden in de crisis met de coronavirus. En ik kan me heel goed voorstellen dat er heel veel mensen onzeker zijn over wat er in de toekomst gaat gebeuren. En ik ga je een oefening geven die je gelijk mee kan doen. En dat doe ik niet alleen, want ik doe dat vandaag met Esther Walta. Hallo Esther. Goedemorgen Yvonne. Goed dat je er bent, heel fijn. Dankjewel. Jij bent een EFT practitioner, zoals dat heet. Ja, klopt. Je hebt bij mij de opleiding gedaan. Kun je iets vertellen over jouw eigen werk in de praktijk met EFT? Ja, ik ben practitioner en ik werk in beroep op Lange Dijk in mijn eigen praktijk met mensen van allerlei leeftijden. En ik vind EFT een fantastische tool. Dus ja, ik doe het graag. Ik vind het erg leuk. Ja, mooi. Ja, want je bent wel heel enthousiast geworden over EFT, hè, sinds je de opleiding gedaan hebt. Ja, zeker weten. Ja, en ik pas het ook op mezelf toe. Dus ja. Het werkt alle kanten op. Heel mooi. Ja. Precies, want ook al zijn wij heel ervaren in het hulp bieden aan anderen, wij zitten natuurlijk zelf ook in deze situatie. En we kunnen zelf ook best wat hulp gebruiken erbij. Hè? Zeker. Oké. Deze oefening is heel praktisch. Als je EFT niet kent, maakt het niet uit. Je kan gewoon meedoen. Precies wat ik doe met Esther, kun je zelf ook meedoen precies dezelfde manier. Dus Esther, als we nu kijken naar de toekomst, hè, en die is heel onzeker. We hebben geen idee hoe lang het gaat duren, wat er gaat gebeuren in de toekomst. Ik zou je willen vragen om even je ogen dicht te doen. En zou je in gedachten vooruit kunnen gaan in de tijd en kunnen kijken als jij naar jouw eigen omstandigheden kijkt? Hoe ziet jouw toekomst eruit? Wat voel je als je denkt aan jouw toekomst? Welke emoties zijn daar? Als ik vooruit kijk, dan voel ik onzekerheid, onrust. En het bevindt zich fysiek vooral hier in het bosgebied en naar mijn keel toe. Een soort, alsof mijn keel wat dichtgeknepen wordt. Oké. En als je deze gevoelens voelt nu op dit moment, hè, hoe intens zijn die emoties en die gevoelens op de schaal van 0 tot 10? 0 betekent ik voel niks, 10 betekent erger kan niet. Ja, het is toch wel zo 7,5, 8 ongeveer. Oké, goed. Nou, doe je ogen maar weer open. Oké. Nou, normaal gesproken, als wij met EFT werken, dan werken we met mensen aan dingen die ze meegemaakt hebben. Hè? Dingen uit het verleden, waar ze last van hebben, vervelende ervaringen, noem maar op. En wat je dan eigenlijk doet, is je gaat terug naar het verleden. Je denkt aan die herinneringen en die haal je eigenlijk terug naar het hier en nu. En in het hier en nu ga je dingen voelen. En dit kun je eigenlijk precies hetzelfde met de toekomst doen. Op het moment als jij gaat denken aan de toekomst, dan maken we ook plaatjes, dan maken we beelden, er zijn er gedachten, er komen er emoties. Dus we halen als het ware ook die toekomst in het hier en nu. Ja? Dus dat is de reden waarom we eigenlijk kunnen werken met dat wat in de toekomst ligt, omdat we er nu iets bij voelen. Ja? Oké. We beginnen met de kloppen op de zijkant van je hand. We kloppen op het begin- en eindpunten van meridianen. En dat geeft sowieso je lichaam een ontspanning, geeft signalen naar je brein. En dat zorgt ervoor dat we emoties makkelijker los kunnen laten. Je mag mij nazeggen. Ja? Ook al voel ik onrust op mijn borst. Ook al voel ik onrust op mijn borst. En het gevoel dat mijn keel wordt dichtgeknepen. En het gevoel dat mijn keel wordt dichtgeknepen. Als ik denk aan de toekomst. Als ik denk aan de toekomst. Toch sta ik ervoor open. Toch sta ik ervoor open. Om vertrouwen te hebben. Om vertrouwen te hebben. En mezelf te accepteren. En mezelf te accepteren. Precies zoals ik ben. Precies zoals ik ben. En ook al voel ik onrust in mijn borstgebied. Ook al voel ik onrust in mijn borstgebied. Alsof mijn keel wordt dichtgeknepen. Alsof mijn keel wordt dichtgeknepen. Als ik denk aan de toekomst. Als ik denk aan mijn toekomst. Wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? Ik heb geen idee. Ik
heb geen idee. En toch sta ik ervoor open. Toch sta ik ervoor open. Om vertrouwen te hebben. Om vertrouwen te hebben. En mezelf te accepteren. En mijzelf te accepteren. Precies zoals ik nu ben. Precies zoals ik nu ben. En ook al voel ik onrust op mijn borstgebied. En ook al voel ik onrust op mijn borstgebied. Mijn keel wordt dichtgeknepen. Mijn keel wordt dichtgeknepen. Als ik denk aan mijn toekomst. Als ik denk aan mijn toekomst. Toch sta ik ervoor open. Toch sta ik ervoor open. Om deze situatie te accepteren. Om deze situatie te accepteren. En vertrouwen te hebben. En vertrouwen te hebben. Goed zo, bovenop je hoofd. Kruin van je hoofd. Onrust in mijn borstgebied. Onrust in mijn borstgebied. Bij je wenkbrauw. Als ik denk aan deze situatie. Als ik denk aan deze situatie. Zijkant van je oog. Mijn toekomst. Mijn toekomst. Onder je oog. Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Onder je neus. Het maakt me onzeker. Het maakt me onzeker. Op je kin. Als ik denk aan mijn toekomst. Als ik denk aan mijn toekomst. Bij je sleutelbeen. Ik voel spanning op mijn borst. Ik voel spanning op mijn borst. Mijn keel wordt dichtgeknepen. Mijn keel wordt dichtgeknepen. Onder je arm. Als ik denk aan mijn toekomst. Als ik denk aan mijn toekomst. Bij je duim. Wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? Als ik denk aan mijn toekomst. Als ik denk aan mijn toekomst. Middelvinger. Het maakt me onzeker. Het maakt me onzeker. Ringvinger. Als ik denk aan mijn toekomst. Als ik denk aan mijn toekomst. Ring. Het maakt me onzeker. Maakt me onzeker. Zijkant van je hand. Als ik denk aan mijn toekomst. Als ik denk aan mijn toekomst. Oké, haal even diep adem. Oké, goed. Nou, doe je ogen weer even dicht. Kun je op precies dezelfde manier vanuit jouw situatie jouw toekomst inkijken? De beelden en de ideeën die je daarover hebt. En kun je dan kijken hoe die spanning en die onrust op je borst voelt, je dichtgeknepen keel. Hoe staat het ermee? Ja, wat ik merk is dat ik minder ver de toekomst in kan kijken. En dat dit gevoel op die keel is minder. En het borstgebied, dat is wat diffuser. Dus het is wat meer verspreid, minder intens. Ik merk hier in mijn voorhoofd een soort lichte sensatie. Oké. Ja. Welk cijfer zou je dit nu geven? 5,5. Oké, dus het is iets gezakt. Ja. Ik ga een stapje verder met je. En ik wil je vragen om nog een keer je ogen dicht te doen. En als je denkt vooruit aan jouw toekomst en al die gevoelens die het jou kan geven, waar denk je dan aan? Wat zie je specifiek voor ogen dat er kan gaan gebeuren? Als ik naar mijn toekomst voel en zo kijk, Dan zie ik onzekerheid en ben ik bang dat ik mijn praktijk niet meer kan voeren. En ja, dat er ook niet genoeg inkomsten meer zijn voor mijn gezin. Ja, oké. En als je daaraan denkt, hoe intens is de onzekerheid, de onrust die je voelt? Dat zit zo rond een 6. 6, oké. Doe je ogen maar open weer. Dan mag je mij nog even volgen. Ook al voel ik onrust en onzekerheid. Ook al voel ik onrust en onzekerheid. Als ik denk aan mijn toekomst. Als ik denk aan mijn toekomst. Zal ik nog wel werk hebben? Zal ik nog wel werk hebben? Heb ik nog wel inkomsten? Heb ik nog wel inkomsten? En wat betekent dat voor mijn gezin? En wat betekent dat voor mijn gezin? Toch sta ik ervoor open. Toch sta ik ervoor open. Om deze situatie te accepteren. Om deze situatie te accepteren.
En vertrouwen te hebben in mijn toekomst. En vertrouwen te hebben in mijn toekomst. En ook al voel ik onzekerheid. En ook al voel ik onzekerheid. En onrust. En onrust. Als ik denk aan mijn toekomst. Als ik denk aan mijn toekomst. Heb ik nog wel inkomsten? Heb ik nog wel inkomsten? Raak ik mijn werk kwijt? Raak ik mijn werk kwijt? Wat betekent dat voor ons? Wat betekent dat voor ons? Toch sta ik ervoor open. Toch sta ik ervoor open. Om deze situatie te accepteren. Om deze situatie te accepteren. En vertrouwen te hebben in mijn toekomst. En vertrouwen te hebben in mijn toekomst. En ook al voel ik onzekerheid. En ook al voel ik onzekerheid. En onrust. En onrust. Als ik denk aan mijn toekomst. Als ik denk aan mijn toekomst. Toch sta ik ervoor open. Toch sta ik ervoor open. Om deze situatie te accepteren. Om deze situatie te accepteren. En vertrouwen te hebben in mijn toekomst. En vertrouwen te hebben in mijn toekomst. Heel goed. Bovenop je hoofd. Onrust in mijn lichaam. Onrust in mijn lichaam. Bij je wenkbrauwen. Als ik denk aan mijn toekomst. Als ik denk aan mijn toekomst. Zijkant van je oog. Onrust in mijn lichaam. Onrust in mijn lichaam. Onder je oog. Wat als ik geen werk meer heb? Wat als ik geen werk meer heb? Onder je neus. Wat als ik geen inkomsten meer heb? Wat als ik geen inkomsten meer heb? Op je kin. Wat gaat dat allemaal betekenen? Wat gaat dat allemaal betekenen? Voor mij en mijn gezin. Voor mij en mijn gezin. Als ik daaraan denk. Als ik daaraan denk. Duim. Dan voel ik onrust. Dan voel ik onrust. Wijsvinger. Het maakt me onrustig. Maakt me onrustig. Als ik denk dat ik geen werk meer zal hebben. Als ik denk dat ik geen werk meer zal hebben. Dat ik geen inkomsten meer zal hebben. Dat ik geen inkomsten meer zal hebben. Pink. Het maakt me heel onrustig. Maakt me heel onrustig. Zijkant van je hand. Als ik denk aan mijn toekomst. Als ik denk aan mijn toekomst. Oké, je mag me nog volgen met nog een rondje bovenop je hoofd. Maar wat als het allemaal anders uitpakt? Maar wat als het nou allemaal anders uitpakt? Anders dan hoe ik er nu over nadenk. Anders dan dat ik er nu over nadenk. Misschien zijn er andere mogelijkheden. Misschien zijn er andere mogelijkheden. Onder je oog. Als ik niet weet wat er gaat gebeuren. Als ik niet weet wat er gaat gebeuren. Dan kan er van alles gebeuren. Dan kan er van alles gebeuren. Wie weet komt er een andere oplossing. Wie weet komt er een andere oplossing. Wie weet komen er andere mogelijkheden. Wie weet komen er andere mogelijkheden. Mogelijkheden die ik nu nog niet kan zien. Mogelijkheden die ik nu nog niet kan zien. Ik kijk in mijn toekomst. Ik kijk in mijn toekomst. Wijsvinger. Met alles wat ik nu weet. Met alles wat ik nu weet. Middelvinger. Maar straks weet ik vast meer. Maar straks weet ik vast meer. Ringvinger. En kan ik andere dingen gaan doen? En kan ik andere dingen gaan doen? Met de kennis die ik dan heb. Met de kennis die ik dan heb. Maar nu weet ik dat nog niet. Maar nu weet ik dat nog niet. Boven op je hoofd. Dus waarom zou ik me zorgen maken? Dus waarom zou ik me zorgen maken? Wenkbrauw. Over dingen die ik nog niet weet. Over dingen die ik nog niet weet. Zijkant van je oog. Als ik denk aan mijn toekomst. Als ik denk aan mijn toekomst. En ik voel al die onrust. En ik voel al die onrust. Minus. Ik kan er nu niets aan doen. Ik kan er nu niets aan doen. Wat als ik er het beste van maak nu? Wat als ik er nu het beste van maak? Ja. Wat als ik doe wat ik nu kan? Wat als ik doe wat ik nu kan? Ja. Er zijn dingen nu te doen. Er zijn dingen nu te doen. Ja. Ik ben nog niet mijn toekomst. Ik ben nog niet mijn toekomst. Misschien moet ik leven bij de dag. Misschien moet ik leven bij de dag. En misschien is dat goed genoeg voor nu. En misschien is dat goed genoeg voor nu. Wat als ik gewoon doe wat ik kan? Wat als ik gewoon doe wat ik kan? Pink. Dag per dag. Dag per dag. Zijkant van je hand. Want dat is mijn toekomst. Want dat is mijn toekomst. Dag bij dag. Dag bij dag. Oké, haal die banen. Ja. Hoe is het nu met je?
Ja, het voelt rustiger. Het voelt meer in het nu. Zo van, oké. Ja. Ik kan nu dingen doen. Ik kan nog niet al dingen doen voor over 3 maanden. Dus ja, heb ook niet zo heel veel zin om daar dan nu heel veel zorgen om te maken. Nee, precies. Hoe voelt je keel? Hoe voelt die onrust op je borst? Het is allemaal veel minder. Het is, hier was het best wel strak. Dat is nu eigenlijk helemaal weg. Het zit nog een beetje diffuus zo in het borstgebied. Maar ja, ik zou zeggen qua cijfer nu zo rond de 3. Rond de 3. Ja. Oké, doen we nog een klein rondje? Ja. Ook al voel ik nog een beetje spanning. Ik geef mijn lichaam toestemming. Om dit los te laten. Ook al voel ik nog een beetje spanning. Als ik denk aan mijn toekomst. Ik geef mijn lichaam toestemming. Om dit los te laten. Ook al voel ik nog een restje spanning. Ik geef mijn lichaam toestemming. Om dit los te laten. Heel goed, boven op je hoofd. Dit restje spanning. Bij je wenkbrauw. Als ik denk aan mijn toekomst. Zijkant van je oog. Mijn lichaam mag het loslaten. Onder je oog. Ik hoef er nu niet over na te denken. Ik leef dag bij dag. En dat is genoeg. Sleutelbeen. Mijn lichaam mag het loslaten. Die arm. Dit laatste restje spanning. Mijn lichaam mag het loslaten. Middelvinger. Ik leef dag bij dag. En ik doe wat ik kan. En dat is genoeg. Dag bij dag. Oké, goed. Ja, hoe is het nu met je? Ja, ik voel me in het nu. Ik heb eigenlijk wel zin in vandaag. Ja. Ja. En dat is wat we kunnen doen. Wat we vandaag kunnen doen. En dat is prima. Ja. En zo komen we vanzelf in onze toekomst terecht. Precies. Ja. Esther, ongelooflijk bedankt dat je dit met mij hebt willen doen. Graag gedaan, Yvonne. En ik wens iedereen heel veel succes. Je kan dit filmpje net zo vaak nakijken, terugkijken als je wil. En deze oefeningen kan je net zo vaak doen als wat voor jou fijn is. Tot ziens.